Gisteren nog een talkshowtje gekeken, even lekker net met toe gaan. En even nou ja, ik had in ieder geval, ik stoorde me een beetje aan Jinek. Want in principe heeft Danny Vera natuurlijk maar aan één iemand zijn carrière te danken. Was dat voor geluid? Hoor je dat geluid? Of zo? Nee. Het heeft een drone. Het klinkt als een drone. Het klinkt echt heel raar. Mensen horen dat thuis waarschijnlijk niet. Maar dat is net of iemand... Nou goed, dat maakt niet uit. Ga door. Nee, Jinek. Ik zag Jinek met Danny Vera. Maar in principe heeft hij natuurlijk maar aan één iemand zijn carrière te danken. En dat is aan hem. Ja, lijkt mij ook. Ja. Ja, lijkt mij ook. Maar dat heeft hij toch ook aangegeven? Of uitgebreid verteld dat Johan het voor hem gedaan heeft? Ja, maar dat is bizar. Niks, hè? Helemaal niks. Nee, ik zat er ook naar maar te kijken. Eva niet. Eva, kijk, Jinek die laat zich echt kennen, hoor. Sinds wij die aanvaring, toen heeft ze geroepen... Toen wij, op die tafel stond. Precies. Ja. Van, ik heb zelfs VI weggewerkt. En sindsdien is ze een beetje op voet van oorlog. En ja... Maar je kunt toch niet de geschiedenis veranderen? Nee, maar dat kan Dave toch zelf even zeggen. Het is heel klein als je dat doet. Waar trad hij op voordat jij meenam? Nou nee, hij deed huiskamerconcerten voor €250 bij mensen thuis. Ja. En dat is geen schande, want hij verdiende de kost. Ja. En dan moet ik zeggen, ik heb hem hierheen gehaald. Maar verder heeft hij dus helemaal zelf waargemaakt. Schreef mooie liedjes, uitstekende zanger. Maar Danny had zelf gisteren natuurlijk ook kunnen zeggen... Nou, Eva, je hebt een heel zin overzicht, maar ik mis eigenlijk wel een naam en een programma. Ja, joh, dat is VI, joh, ik vind niet dat Danny haar moet corrigeren. Zij moet zelf het verzoen hebben door de historie goed neer te zetten. Ja, wat wij zeiden, Albert, gisteren ook al... Ik bedoel... Als 2 jaar Freek Vonk op je ligt, daar hou je dingen aan over. Daar hou je dingen aan over. Ja, dat is traumatisch. Dat gaat niet in je koude kleren. En dan die Varaan erbij. Dat trio met die Varaan. Die Varaan elke keer met die hele grote... Ja. Die grote... Die hele... Die Varaan met die grote tong. Dat gaat niet lekker, hoor. Nee, ik weet niet wat dit de bedoeling is. Dit is grappig. De eindredactie wordt leuk. Als de eindredactie grappen gaat maken, dan zijn we natuurlijk... Nee, dan is het te klaar met dit programma.